ook. Goedenavond. Jij ziet er stralend uit en dat is natuurlijk ook een heel belangrijke taak van Miss Wellness Beauty, klopt? Jazeker, het moet er altijd goed en netjes uitzien. Goed, Christine, jij hebt er toch wel al een groot deel van je jaar op zitten. De klassieke, maar heel belangrijke vraag, wat heb je allemaal mogen meemaken? Oh, heel veel. Ik heb naar verschillende evenementspeeks mogen gaan, onder andere Only White in Knokke, ook over het laatst naar Story Awards. Ik heb mogen op nationale live radio mogen komen, op Waalse tv ook. Ik heb zoveel mogen doen dat het echt hoor. Ik heb mogen de eerste worp doen bij het baseball Belgisch kampioenschap. Ik heb ook mogen startschot geven op NATO-circuit. Tour, wat heb ik nog aan doen? Ik ben het gezicht geworden van Exclusive Jewelry by Vos, D'Azur Belgium. Bateau Bleu heb ik een reis gekregen naar de Seychelles, dat ik met spanning niet kan wachten om te gaan. D'Azur Belgium, Luxury, waxing en tanningproducten. Dus. Je gaat een lijstje moeten beginnen bijhouden. Ja. Je hebt ondertussen de finalisten ook al leren kennen. Als ik me niet vergis, waren er bij de 80 inschrijvingen. De klassieke vraag voor jou, maar heel belangrijk om aan de mis te stellen. Waar ga jij op letten? Dat ze beleefd zijn, netjes, ook hun beroep. Dat ze ook leren van andere collega's. Waar ga ik nog op letten? Hun houding. Verschillende dingen ga ik wel letten hoor. Een beetje streng zijn dus. Toch wel, maar wel lief. Zo kennen we je. Dankjewel, Christine.